Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. Voordat je denkt van, hey, heb je je make-up al gedaan? Wat mooi. Nee, ik heb mijn make-up opgeslapen. En ja, deze eyeliner zit zo mooi, dat hij gewoon zo blijft. En, oh lol. Komt zeker een spin. Hallo meneer spin. Ik zag ineens iets daar heen schieten. Toen dacht ik, dat is een spin. Goed verhaal zo. Ik ga even plassen, want dat deel ik altijd met jullie. Want zo bizar, zo raar ben ik wel. Ik moet even de slaapjes uit mijn ogen halen, want dat is geen gezicht. Ik ga het verdammen. En dan ga ik even lekker ontbijten. Ik vond mijn eyeliner zo mooi zitten gisteren dat ik het helemaal niet erg vind dat hij er nog op zit. Tot zo. Nee. Ik hoor net dat ik Rasta Eline ben. Mijn haar krult wel echt enorm. Ik heb met een knot ingeslapen. Ik ben boven de 18. En dit. En ik ga... broodjes eten met biologische nozenpasta van de Aldi. Lekker, lekker. En Jess moet een contract tekenen voor alcoholvrij. Ik vind het best een goede ontwikkeling op zich. Want sommige mensen kunnen ook te veel drinken en dan maken ze hun hersen kapot en dat is zonde. Hey, Wieneman. Ja, omdat ik een alcoholist ben, moet ik dit tekenen. Maar ik ben al boven de 18, dus dat komt niet helemaal meer goed. Vanavond is Chester Musical en daarvoor gaan we eten. En daarom mag mama altijd eten eerder, dus dat is wel slim. Dat heb ik ook voor mijn verjaardag gedaan, dat scheelt ook heel veel in stress. En ik heb net aubergine gesneden en die gaan dan in de grill. Of op tosti-ijzer eigenlijk. En als die zacht zijn, dan kunnen ze dus hierin. En wordt een aparte versie met gehakt gemaakt en een aparte versie voor mij. En ga ik even bij helpen en dingen snijden. Dus. En ik denk dat ik er gewoon muziekje onder zet en versnel of zo of het ding. Maar dat. Nou, mama had iets voor mij in huis gehaald. Heel lief. Alco soja cuisine. Ik heb deze volgens mij één keer eerder gebruikt om een soort roomsaus te maken met groenten. Het was niet een heel erg groot succes, maar ik had het ook een beetje stom aangepakt. Want ik had een soort roomgroentesaus. Volgens mij met ketchup er doorheen. En die had ik met pasta gegeten. En het was een soort waterige saus met pasta. En het was echt niet geweldig. Maar daarmee proefde ik niet per se de smaak daarvan. En mama die doet... spinazie lasagne met huttenkees. Dus dat is een soort room met tomatensaus. Dus toen zei ze dat het ook lekker zou zijn met mij. Dus ik ga het gewoon uitproberen. En ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. Maar ik denk dat het wel lekker is. Want ik heb net één soort van slokje genomen. Nou ja, zeg maar een beetje geproefd. En het smaakt gewoon een beetje wel naar kookroom. Wel een beetje een soort sojasmaak erbij. Maar voor de rest niet verkeerd ofzo. Dus ik heb nu dus, er zit één laagje lasagne, tomatensaus, gegrilde aubergine. En dan met die kookroom erover een klein beetje. En dan weer dus een laagje. En die gaat dan ook met courgette erbij. En dat weer met die kookroom en kruiden erbij. En dan moet het wel lekker worden, denk ik. Dus dat, ik ben erg benieuwd om deze weer omdraaien. Want op de een of andere manier grilt die aan de onderkant toch wel iets beter dan aan de bovenkant. Misschien door de zwaartekracht, doordat hij meer drukt op die andere plaat, maar ik weet het niet. Kijk maar, zie je? Deze heeft allemaal streepjes erop en die andere allemaal niet. Goed verhaal. And it is done. No. Het lijkt niet naar het ketchup trouwens, maar het zag er misschien net lekkerder uit zonder dat ik die laatste saus eroverheen deed. Maar dit wordt echt amazing, want ik heb net een stukje aubergine, gegrilde aubergine geproefd met... tomatensaus en die saus en zout en peper. Het is geweldig, dus ik heb hier heel veel zin in. Oké, nu is hij echt helemaal af. Nu lijkt het een soort van kaas die er overheen zit, maar het is eigenlijk paneermeel. Haha. Voilà, ik was mijn vlogcamera aan het zoeken, maar die lag dus gewoon op de trap. Lekker weer in. Wat zal ik eens gaan doen? Ik denk dat ik straks even
heel snel een soort van Q&A ga opnemen. Want er zijn vragen achtergelaten door in ieder geval één iemand. Super veel lieve vragen, echt bedankt. Ik weet even niet meer de naam, maar allemaal hele goede vragen. En die ga ik waarschijnlijk beantwoorden. En dan ga ik die Q&A voor mij morgen online zetten. Voor jullie precies dan een week geleden heb ik ze online gezet. Want ik had dus gisteren vlog, of vandaag de vlog upload Alles Gaat Fout. Waar ik echt niet een charmante thumbnail nog voor heb. Maar eigenlijk moet ik dat veranderen, maar ja. Dus ik heb in ieder geval Q&A vragen van Noah Dien. Dankjewel. Echt super tof. Ah, ik heb nog wel een vraag die je leuk vindt. Hoe oud ben je? Oh, ik haat die vraag, want die heb ik echt al 10.000 keer gehad. Oude foto's nadoen. Oh, wat grappig. Ik ga ook even enkele vragen stellen. Meestal reageer ik niet, maar kijk wel altijd je vlog. Superleuk. Oké, nou weet je wat. Ik ga gewoon even nu een Q&A opnemen. En die kan ik dan morgen online zetten. En ja, dat ga ik even doen. Nou, ik heb net een halve Q&A opgenomen, want mijn batterij viel halverwege uit. Dus dat was heel erg leuk. We hebben vet veel lasagne hier. Deze zijn met gehakt en vegetarisch. En deze is de vegan. Hij ziet er wel lekker uit. Ik ben hier echt heel benieuwd naar, want ik heb nog nooit lasagne met die vegan room gegeten. En dankjewel, Michiel. Oh, Sunny! We gaan bij de musical van Jess. Ze is nu niet op het podium, maar dit wordt het allemaal. En het heet Harry op het eiland. Misschien heeft een van jullie ooit een musical ook zelf gedaan, ik weet het niet. Maar, oh, ik zie Jess al. Ze is nerveus. Ze is nerveus. Daar is ze dan. Ik heb het wel in de gaten. Goed verhaal, lekker worden. En dan heb ik het zo goed gedaan. Dankjewel. En
ik had niet verwacht dat met kinderen die nog geen 12 jaar oud of nee. Zijn, wow, gaas. Met kinderen van 12, 13 had ik niet verwacht dat er ook bier was, maar blijkbaar. Ja, ja. Ik weet niet of het voor de kinderen is, maar voor de ouders hier. Nee, het zou ook niet voor de kinderen zijn, denk ik. Hey. Ze moesten een formulier tekenen dat ze onder de 18 niet gingen drinken, dus ik denk niet dat ze drinken. Ja, maar oh, zij drinkt bier, dat is geen probleem. En dan kijk je naar mij en dan zit ja, ja. Hij heeft een drankprobleem. Ze hebben net zelfs hun eigen tijd gekregen. En nu gaan ze op de foto en gaan ze die gooien. Super duper cute. Oké, okay, daar gaan we. 10, 9, 8. Ik ben gewoon heel veel foto's. 7. Oké, duurt lang hè. 3, 2, 1. Ja, maar op de petten! We zijn inmiddels weer thuis en dit is de outfit of the day. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat het er best oké uitzag vandaag. Ik vind die pet gewoon leuk. Hashtag pet. Hashtag kettingen. Twee kettingen, eentje wel Michiel van mij gedropt. En wat kom je doen? Scheren. Deze boy. Hij scheelt. Auw, mijn schoenen jongen. Oh, we hebben allebei een biertje op, komt helemaal goed. Oh. Ik heb net nog dingen voor Q&A opgenomen die vorige week online kwam. En nu ga ik lekker slapen. En nee, ik ga gewoon eerst op die video editen en dan ga ik slapen. En ik vond het heel erg leuk vandaag. Ik vond het ook leuk met Jesse, musical. En Bello zit nu op mijn telefoon te kutten. Op de een of andere manier, ik heb het idee dat jij meer op mijn telefoon zit dan dat ik erop zit. Dus hij gebruikt mijn telefoon ook voor Snapchat, omdat hij dat niet meer heeft. Nee, dat is een heel lang verhaal, dus gehackt. Proper hacked. Hashtag problems in life. Heel erg bedankt voor het kijken, vergeet geen duimpje. Laat in de reacties achter wat jij van Chess the Musical vond. En ik heb echt een dikke kop. Dat weet ik. En tot morgen.